Het idee is ontstaan doordat ik door het dorp fietste op weg naar mijn werk. En ik zag mensen eenzaam alleen achter een raam zitten. En het was in die tijd lockdown. En ik dacht, die mensen hebben weinig te doen. En ik dacht, nou, de ouderen, die hebben allemaal handwerkles gehad. Zeker op het platteland. En ik dacht, nou, die kunnen allemaal breien, haken, borduren. Toen dacht ik, nou, dan moet ik een project verzinnen waar ze heel veel werk aan hebben. En toen heb ik een bericht geplaatst in de plaatselijke nieuwsbrief. En daar heb ik de vraag gesteld, wie helpt mij mee? Een reuzenhoge creaboom te maken. En daarvoor heb ik nodig lapjes van 15 bij 15 centimeter. En zo is het eigenlijk het ontstaan. Nou, het idee was om het samen te doen. Maar zoals je ziet, het is een hele hoge boom geworden. En in eerste instantie heb ik dat ook geprobeerd met mensen. Die hebben 100 lapjes voor mij aan elkaar genaaid met de naaimachine. Maar toen ging ik die andere lappen eraan maken en toen scheurde alles kapot open. Want het gewicht is zo groot dat de naaimachinegaren hield dat niet. En toen ben ik al die lapjes, moet je je voorstellen, meer dan 100 lapjes uit gaan halen. En heb ik er allemaal handmatig weer aan elkaar gemaakt. Voor mij alleen al is het al 340 uur. Maar ik heb een berekening gemaakt. In totaal schat ik dat er 2000 arbeidsuren in zitten. Omdat er ook heel veel op is gemaakt. Hè? Mensen hebben dan mooie sneeuwpop opgemaakt. Of eerst een kerstboom gehaakt en dat vervolgens erop geborduurd. Mensen die eraan mee hebben gedaan zijn de inwoners van Schalkwijk. En een enkeling uit Houten. En ik hoorde net vandaag ook een oma in Hilversum. Maar het grote aantal is toch gedaan in Schalkwijk. En ik schat, we hebben 1100 inwoners. Hadden we, dus we nu inmiddels 2000 inwoners. En ik schat toch gauw 800, 900 mensen die toch wel hebben meegedaan. Omdat er ook mensen tussen zitten die maar één lapje hebben gebreid. De verscheidenheid van mensen is echt mensen uit het dorp. Mensen van, ook van andere nationaliteit dan Nederland. Die hier zijn komen wonen als vluchteling. Mensen... Oma's van kinderen die niet meer in het dorp wonen, maar elders, die hebben ook af en toe een bijdrage geleverd. Dus het is van jong, de jongste is 8 jaar en de oudste is 80 plus. Dus het is van jong tot oud, oma met kleinkind, de mensen die hier pas zijn komen wonen. Iedereen kon meedoen. De boom is juist deze periode geplaatst, omdat er op dit moment een tentoonstelling is. En met het getiteld Crea in de kerk. En ze hebben mij gevraagd om het project wat te versnellen. Want in eerste instantie was het de bedoeling dat deze boom pas de eerste advent geplaatst zou worden. Maar omdat er een tentoonstelling is, Crea in de kerk, hebben ze mij gevraagd, Anne, zou je het wat kunnen versnellen? Dus ik heb 3 weken van mijn werk vrijgenomen om 8 uur per dag alles aan elkaar te naaien. Dus en om op de tijd, want hij moest om 3 november geplaatst worden, om 3 november geplaatst te kunnen krijgen. De eigenlijke bedoeling was dat, we hebben vorig jaar niet zo'n leuke kerst gehad. En om een andere kerstsamenhorigheid samen met het dorp te krijgen, ook via de boom. We weten niet hoe het gaat worden, maar ik zei, dan hebben we in ieder geval saamhorigheid. Een heel mooie boom in de kerk staan die we met z'n allen hebben gemaakt. Nou, ik heb een heleboel mooie momenten meegemaakt, vooral bij mij aan de deur, dat oma met dochter en kleinkind met de lapjes kwamen aan de deur. En dat de dochter zei, mijn moeder heeft weer een doel gekregen door dit project. Want mijn moeder kan geen grote trui breien, maar ze kan wel zo'n lapje breien. En ze had weer wat te doen. Nou, dat de dochter zei, nou, je had mijn moeder geen groter plezier kunnen doen dan mee te laten doen aan dit project. Ook dames die op leeftijd kwamen met de rollator, met hun lapjes, moet dus heel vol trots. Moet u kijken, mevrouw de Groen, dit heb ik gemaakt. Hoe vindt u het? Vindt u het goed genoeg? Ik zei, mens, het is prachtig, met mooie klokjes. Die hangen hier ook aan de boom. Ik zeg, ik zou het zelf niet hebben kunnen bedenken. Het is fantastisch. Deze boom is wel uniek, maar ik heb via mijn collega te horen gekregen dat in Pijnakker een kerstboom van lapjes, maar die worden machinaal gemaakt en dat is voor een goed doel. En die hebben 1 kleur. Maar zo'n boom bestaat niet. Een lichtpuntje in de donkere dagen. Tot ziens! Tot ziens!